En ik kwam ook echt het stadion in. Wow, wat veel mensen. En ja, geweldig, geweldig. Ja. Ik hoop echt dat de volgende afstanden gewoon super gaan. Dan ben ik helemaal tevreden. Ja. Zijn gewoon goed. Niet, ja, misschien wil je nog net een uitschietertje of zo, dat je iets riant voor staat, maar de basis is gelegd en we gaan gewoon zo door. Ik voel me lekker, dat gaat goed. En wat dat betreft, ik kan nu ook wel knokken op een 5 kilometer, dat ik gewoon wel de rondjes net kan houden. Dus wat dat betreft is dat een goed teken. En ik hoop gewoon zo door te gaan. De helft is geweest, de andere helft moet nog komen. Dus, ik zie nog wel kansen. Morgen moet jouw dag worden. Dat is wel de bedoeling, ja. Je kunt niet vechten dat ze in één keer Europees kampioen wordt. Want ik weet zeker, Annie Vriesing staat natuurlijk ook wel weer. En Claudia Perstijn die komt ook nog wel weer terug. Dus ik denk dat ze dan, dat is nog zo, tenminste, ze is nog zo jong en ze heeft nog veel, ze heeft de tijd nog wel voor. Dus ik denk dat ze over een paar jaar dan zal ze er zeker wel staan, denk ik. Tenminste, dat hoop ik. Is het belangrijk voor haar dat jullie hier zijn nu? Ja, ik denk het wel. Familie is sowieso altijd belangrijk. Ook als het even wat minder gaat, maar ook als een keer dat het goed gaat. En dat je toch even altijd zo leuk op terug kunt kijken.